De kademuur bij de WIP in het centrum van Maassluis verkeert in zwaar vervallen toestand. Nadat het werk is voorbereid, is in januari daadwerkelijk gestart met het vervangen van de muur. En ook met de vrieskou van deze week gaat het werk aan de kademuur gewoon door. Vorig jaar al werd de WIP afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat de kademuur het gewicht van auto's simpelweg niet meer kan verdragen. Meerdere bedrijven van binnen en buiten de regio repareren de kademuur. Deze betontimmerman weet maar al te goed hoe slecht de muur eraan toe is. Het zand spoelt gewoon onder de weg, weg zo de sloot in. Ik meen 2 weken geleden was er nog een gat naast de kademuur in het wegdek ontstaan. Dus het is hard nodig. Deze week is het hek op de kademuur weggehaald. Dat hek wordt gerestaureerd en komt later weer terug. Vervolgens bestrating eruit halen en dan gaan we langzamerhand de kademuur slopen. Komt een nieuw heiwerk waar een hele betonnen constructie op komt. En als die betonnen constructie helemaal klaar is, dan wordt de buitenkant helemaal bemetseld. Het nieuwe hekwerk erop. En dan ziet het er weer helemaal als nieuw uit. En dan is er weer een nieuwe degelijke kademuur. Het werk aan de kademuur gaat nog wel maanden duren. Bouwbedrijf Van Dijk uit Maasland hoopt in september klaar te zijn. In ieder geval voor de Furiade in oktober. Het grootste feest van het jaar in de stad Maassluis. Nog even doorwerken dus.